Een nieuwe vlog van mij. Ik ga jullie deze vlog meenemen naar iets nieuws. En met iets nieuws bedoel ik een nieuwe stap in ons leven. Want wij gaan namelijk ons huis te koop zetten. En eigenlijk heeft het niet echt een reden. Want we wonen hier heel fijn. Het is een mooi huis. Het ligt prettig. Het ligt vrij. Je hebt wel wat leven in verband met de weg. Je zit aan het einde van de straat, dus je hebt geen last van verkeer. Het is best wel groot. En het is een heel licht en fris huis, als ik het zo goed kan zeggen. Dus eigenlijk is dat allemaal geen reden. Maar Sam en ik hebben nog wel eens dat we gewoon lekker aan het kletsen zijn. En dan hebben we in één keer een idee. En dan gaan we er eigenlijk ook gewoon altijd voor. Dus ja, dat is dus nu eigenlijk... Dat we hadden van, ik zou misschien wel ons huis willen verkopen. En nou ja, het is eigenlijk wel weer tijd voor iets nieuws. We wonen hier inmiddels nu drie jaar. Dus ja, het is eigenlijk best wel spannend. Ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. We gaan denk ik morgen of overmorgen de makelaar inlichten. Dat wij interesse hebben om ons huis te verkopen. We hebben ook ons huis gekocht bij hem. Of via hem. En ja, ik vind het daarom wel heel leuk dat hij ook ons huis mag gaan verkopen. Ik denk ook wel dat het een leuke opdracht is. Ons huis ligt best wel mooi. En ja, we zitten eigenlijk wonen we tegenover een kruispunt. Er zit wel water tussen en nog een stuk gras. Maar ja, heel veel auto's die langs rijden, die kunnen wel onze tuin zien. Dus ja, als daar een groot bord staat, is dat natuurlijk wel heel erg leuk. Ik denk wel dat wij in deze omgeving willen blijven wonen waar we nu wonen. Maar ik weet niet zo goed wat ik wil. Of ik nou... Ja, of ik gewoon eenzelfde huis wil, dus een hoekhuis. Of dat ik een 201 kap wil. Of dat ik wil kijken naar een vrijstaande woning. Of dat ik überhaupt wil kijken naar een nieuwbouw. Of dat ik wil kijken naar een bestaande bouw. Misschien willen we wel een kavel zoeken om daar zelf iets op te kunnen bouwen. Dus ja, ik moet even gaan kijken samen met Sam wat de mogelijkheden zijn daarvoor natuurlijk. En wat alles kost, want ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel verstand van. Ik had wel wat dingetjes uitgezocht, maar goed... Je wensen zijn toch altijd groter dan wat er mogelijk is. Wat natuurlijk goed is, want je moet wel een beetje grote doelen hebben. Ik denk dat de rest wel volgt aankomende weken. Want ik denk dat zoiets wel best wel snel... Als je dat eenmaal aangeeft, dan kan je dat denk ik wel binnen een paar weken kan dat allemaal geregeld zijn. En misschien binnen 3 weken kan je huis wel gewoon verkocht zijn. Dus ik ben benieuwd. Het is zover. De makelaar is momenteel onderweg naar ons huis toe om het te koopbord in onze voor- en achtertuin te plaatsen. Dus we gaan eventjes snel de foto's bekijken hoe het eruit ziet. Daar gaan we hoor. Hij moet... Nou, het bord wordt momenteel opgehangen. Die wordt bevestigd aan onze schuur. Belangrijke. En wordt het ook nog even echt gewerkt? Ja, kijk, het is echt weg. Oh ja. Goedemorgen, vandaag is het zondag. Het is inmiddels wel al 1 uur. Ik had deze ochtend niet echt mijn ochtend of zo. Vanaf 3 uur heb ik al even me wakker gehouden tot vanochtend 7 uur. Dus ik heb eigenlijk echt een rotnacht gehad, of een korte nacht. Maar goed, dat zorgt er niet voor dat ik vandaag dus niks ga doen. Vandaag heb ik namelijk een fotoshoot met Martijn. En Martijn komt van Arnhem, komt hij hier naartoe gereden. En dan gaan we op het strand bij Petten gaan we foto's maken. Dus ik ga nu eventjes bij de supermarkt brood halen, drinken halen en wat te snacken. En dan ga ik richting Petten rijden. Nou, we zijn aangekomen op de shootlocatie. We hebben de eerste shots er al op zitten, samen met Martijn. Nice. Het is hier heerlijk. We worden een klein beetje gezandstrad, vandaar dat we ook lekker achter de duinen zitten. Dus up to the next.
zijn we klaar mee. Ja? Kom je overeind? Nee. Oh, oh overal zit zand. De beste tip. Ga nooit schieten met dit weer. Ja, maar dat is dan nooit goed weer, hè? Oh. Zo mensen, daar zijn we weer. We zijn momenteel onderweg naar onze verloskundige voor de derde afspraak. We hebben vandaag een afspraak om het hartje te beluisteren. Dus dat is wel een spannend momentje ook wel. Omdat je ook natuurlijk niks voelt in de buik. Ja, je weet niet hoe het dan zit. Dus dat gaan we zo meteen zien. Het begint al wel een beetje in een bolletje te komen, toch? Klein beetje, ja. En als ik zo voel, zit het eigenlijk een beetje zo net ietsjes over de helft tussen je navel en je schaambordje nu in. Dus toch keurig. Wat zit daar? Daar de bovenkant van je baarmoeder zit. Oké. Okay. Dus daaronder zeg maar zit die kleine. Even zoeken. Of doe je jezelf al. Netjes om 150, 160 keer per minuut. Ik heb op het begin zijn die vaak hoger. Ja, als je wat ouder wordt, zie je dat hij tussen 110 en 160 in kan variëren. Dat is dan wat dichter tegenaan ligt. Ja, dat klinkt keurig. Heel goed. Grieven heb ik opgehaald bij mijn ouders. Ga je zelf tillen? Oké. Martijn. Ja, kom dan. Ik had namelijk geen tijd om op te halen, omdat wij natuurlijk naar de verloskundige moesten. Mama, kijk. Dus ik ga nu lekker in mijn bed leggen. En dan ga ik zelf ook lekker in bed liggen. Lekker even Netflix kijken. We gaan dus vandaag naar Linnaeushof toe. Lekker met die kleine spelen. Het is super lekker weer. Het is nu al 25 graden? 27,5 graden al. Dus ja, we gaan niet heel lang. We gaan even lekker in de speeltuin en bij Linnaeushof. Ja, schat. Wat zie je? Wat zie je? Nee. Maar je hebt daar natuurlijk ook een lekker waterspeeltuin. Dus daar eindigen we denk ik zo meteen wel. Nee. Mag mama je niet filmen? Nee, word je een beetje eigenwijs? Nee. Nee? Ja. Ga je op je papa lijken? Ja. Oh, dat is niet zo best, hè? Eten, woe! Nog een keer? Ja. Nee. Oké. Okay. Nee! We glijden. Nee. Nog een keer. Nee! Mag ik niet? Nee. Oké. Is het goed? Ja. Mijn broodje mee. Dat is wie lijkt of niet, schat? Wacht! Wacht nou even, wacht! Terug, terug. Maar we moeten even de mat goed leggen. Wacht, schat. Oh, even wil de vraag. Oké, okay. Kom zitten, mama. Gaan we? Papa naast. 1, 2. Ging je hard? Ja. Oh. Nog een keer. We zijn inmiddels weer thuis. Ik heb mezelf even opgekleed. Ja, goed zo. Ik ga even nu naar mijn ouders toe brengen. Ik ga daar zelf ook eventjes eten. En Ivan die blijft daar lekker logeren. Ja. Want morgenochtend hebben Zan en ik heel vroeg een fotoshoot. Dus, en dat is echt heel vroeg. Want dat is om 4:15 moeten we aanwezig zijn op het strand in Bloemendaal.
Dus ja, om dat zoals ik even op weg te brengen is een beetje too much. Ga je lekker in bad? Ja. Yeah. Doei, mama, kus. Mwah. Mwah. Doei, slaap lekker. Doei. Ik ben echt moe. Eventjes ons ontbijt. En daarna heb ik 20 minuten om mijn klaar te maken. Dus ik ga schieten. In the jungle, the quiet jungle, the lion's sleeping tonight. Oh, dat was ik zelf. Nee, ja, officieel mag ik hier. Oh, sorry, ja. Zit ik dan hoor, lekker in het bos om 6:00 AM. Hier hebben we al onze spulletjes gestald. En San is nu even daar alleen een foto aan het maken met de fotograaf. En wij gaan dus zo meteen in ons zwemkleding hier het water in. Om nog wat laatste shots te maken. Dus ik denk dat we over een uurtje alweer klaar zijn. Het is echt al super lekker. Het water is ook echt super lekker al. Dus ik zie ook dat er nu gewoon daar mensen zijn gekomen die zijn gewoon gaan zwemmen. Dus ja, op zich lekker tussen de kikkers zwemmen. Moet kunnen. Lekker zwemmen. Ja, waarvoor? We zijn er! Oké, mijn camera was natuurlijk weer leeg, dus die heb ik thuis even opgeladen. We zijn inmiddels dus ook terug van de shoot. Ik ben weer helemaal schoon, haartjes zijn weer droog. En nu ready voor het strand. We hebben alle spulletjes ingepakt. Ook hebben we het huis vandaag helemaal schoongemaakt. En gisteren, want wij hebben vandaag onze bezichtigingen voor het huis. Dus spannend, ja, je wilt dan natuurlijk het liefst zoveel mogelijk, zo goed mogelijk schoonmaken. Maar goed, het is wel goed. Dus wij gaan lekker de dag in het strand doen. Ik wil even even ophalen bij mijn ouders. En dan, let's go. Heb je gekocht? Wat heb je? Wat heb je? Schelp. Wat heb je gekocht? Ja. Heb je deze gekocht? Ja. En slaapt inmiddels lekker. Ik ben
Inmiddels zijn we beland bij een restaurantje. Gekke influencer. Hoi. Ik ga de andere voor jou. Thuis aangekomen. Wat ik trouwens nog wou zeggen. Voordat jullie je afvragen waar Grey Evan op het vorige filmpje was. Grey Evan die is met mijn ouders meegegaan. Want mijn ouders die kwamen gezellig ook eventjes langs het strand. En ja, dan wil ik Grey Evan graag mee. Het is helemaal goed. Daarom hebben wij nog even lekker gegeten. Grey Evan. Ja. Kiki. Dus ik ga nu ook even douchen en dan gaan we lekker in bed liggen. Ik heb thee gezet en melk ingezet. Dus morgen weer een 4:15 op. Thuis aangekomen. Ik heb een beetje een lopen racen, want het is nu 4:55. En Sam die is Grey Evan halen. En ik wil eigenlijk nog even mijn tas inpakken voor het weekend voordat hun thuis komen. Ik had op werk nog even een lijstje gemaakt met allemaal dingetjes die ik niet moest vergeten. Want ik had het meeste gisteravond op laag gezet. Maar dit is toch niet normaal. Ik ga vanavond in Den Haag slapen. Want dan heb ik een boeking. En morgenavond of morgenmiddag heb ik een fotoshoot. En na die fotoshoot ga ik dus naar mijn ouders toe. Want dan slaap ik daar. Dus ik kom twee nachtjes niet thuis. En ik heb dit mee. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 tassen. En dat alleen maar omdat ik twee nachtjes niet thuis slaap. Maar goed, ik moet natuurlijk wel twee avonden werken. En ik heb één dag een fotoshoot. En ik ga zondag zwemmen met Grey Evan. Dus ja, ik wil vast alles mee hebben. Maar goed, dat terzijde. Ik ben nu klaar. Even en ik nog even een hapje eten hier. En dan gaan wij richting Den Haag. Wie hebben we daar? Ja, we moeten kijken of er zit zand in. Hi, Pippi. Ja, hi, schatje. Oeh. Ik ga maar vallen. Mama. Hi. Mama. We zijn beland in bed. We gaan even lekker slapen, of in ieder geval ik ga een powernap doen en ondertussen kan ik even in slaap brengen. Ja, moppie? Kokkie? Melkie? Kokkie? Melkie heet dat schat. Ook? Ja, wil je ook kijken? Wie is dat? Dat ook? Ja, wie is dat? Ook? Ook, ja, je bent in beeld, zie je jezelf niet. Hm? Gaan we lekker slaapje doen, hè? Ja. Oh. Zeg maar wel te rusten. Oh. Doei. 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 Ik heb lekker een powernap gedaan van 2,5 uur. Grey Evan die is echt in coma. En ik heb even lekker gedoucht en mezelf opgemaakt. Mijn haar ga ik in de club zelf doen. Want anders dan is het als ik daar aankom alweer uitgezakt. Ik ben wat zo super snel. Al bijna weer 5 maanden geleden dat ik daar heb gewerkt. Dus het zal wel verwennen zijn. Daar zijn we weer. Ik ga mezelf even lekker klaarmaken. Zoals je ziet mag mijn haar wel gedaan worden. Nou, je zal het niet geloven. Of misschien al wel kunnen voorspellen. Alles op het feest is afgezegd. Omdat het niet liep. En ze dus niet tot 6 uur vannacht hebben doorgaan. Dus de artiesten zijn gecanceld. Waaronder dan ook de danseressen en de hostessen. Dus ik ga lekker naar huis toe. Het is nu 2:10. Dus ja, dat is eigenlijk een vroegertje voor mij. Nou ja, helemaal top. Ik ben momenteel onderweg naar mijn shoot die ik vandaag heb. Helaas was ik wel super misselijk net. Dus ik was even gaan liggen. Dat had beter niet kunnen doen, want ik ben nu nog steeds misselijk. Hopen dat dat zo meteen wegtrekt. En dan gaan we lekker de shoot doen. Aangekomen op de shootlocatie. Het outfitje heb ik aan. We zijn nu eventjes aan het kijken naar ons moodboard. Yes. Zo'n eentje wil je proberen? Ja. We zijn halverwege de shoot nu. Het is wel echt super tof hier. Het is echt heel gaaf om hier een shot te hebben.
lijkt het een beetje zo. Dat ga je zo zien. Okay. We gaan even zoeken naar de andere locatie. Onze volgende locatie. Ik moest eventjes haasten, want mijn fotoshoot duurde iets langer dan gepland. En het was aardig druk op de weg. Ik ben nu aangekomen bij mijn ouders. Ik heb daarvoor bij Yves opgehaald. En dus nu aangekomen bij mijn ouders. Ik ga even lekker nog op de bank zitten, een half uurtje, even wat eten. En dan moet ik alweer naar mijn volgende boeking. Ik moet vanavond werken in de Marina Club in Amsterdam. Dus let's go. Zin in. Doei. Mag ik maar een kus? Nee. Oh. Kijk, de deur. Ga je de deur van mama dicht doen? Ja. Kusje. Nee, blijf maar daar. Blijf maar daar. Doei, schat. Doei. 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 Ja, high five. Nog één. We zijn weer klaar. Lekker mijn kloffie weer aan. En nu onderweg naar huis. Het is echt super chill. Want het is 11:15. Dus het is nog super vroeg ook. Dus ik kan nog lekker op tijd slapen. Ik ben 10:55 thuis. Even douchen en dan lekker mijn bedje in. Bye bye. Goedemorgen. Het is momenteel zo vroeg. Greven was klaar wakker. En eigenlijk kon ik ook niet meer slapen. Nee! Ga je ontbijten, Greven? Jee. Mama? Ja? Kiel? Ik ben inmiddels even gedoucht en aangekleed. Wat? Greven, kom je? Voor Ivan, die moet in de auto. We gaan nu even lekker naar het zwembad toe. Nee! Ja, hoi! Voor Ivan heeft zijn plek al gevonden. Ga jij rijden vandaag? Ga jij rijden? Voor Ivan, ga je zwemmen? Ja. Oh, lekker! Die oma ook. Mama ook, ja. Gaan we zwemmen? Ja. Yay! Terug van het zwembad. Ik heb mezelf even omgekleed.
Cor Ivan heb ik in zijn bed gelegd, want die was KO. Ik ga nu even boodschapjes doen. Ik heb Cor Ivan maar even wakker gemaakt, want die lag nog diep in coma. En ik heb lekker appeltje voor hem gemaakt, zodat hij in de auto eventjes kan eten. We zijn nu onderweg naar mijn vriendinnetje Kel. Dus here we come. Proost, liefje! Proost! Aankijken, hè, je proost. Nog een keer. Aankijken. Proost, mama proost. Mama aankijken als je proost. Ga je nu een boom tekenen? Hoe ziet een boom eruit? Oh ja. Ja? Hoe dan? Boom in het bos, weet je nog? Hoe ziet de boom eruit? Ja. Groot of klein? Oh, heel groot. Goedemorgen. Ik heb zojuist even ontbeten. Ik ben even is nog bezig. Die is altijd iets trager. Maar goed, het is nu 8:10. Normaal ben ik al op werk, maar ik moest vandaag naar de bekkenbodemfysio. Dus vandaar dat ik wat laat ben. Daar ga ik over 5 minuten naartoe. San is nu aan het douchen, zodat hij zo met Cor Ivan verder kan. Dus ik ga even opschieten en na de bekkenbodemfysio ga ik door naar mijn werk toe en dan ga ik gewoon weer even lekker dagje werken. Ik ben inmiddels bij mijn werk aangekomen. Ik moest even racen om een beetje op tijd op mijn werk aan te komen. Het ging goed bij de bekkenbodemfysio. Ja, wel stond ik helaas weer scheef. Ik had er voor mijn zwangerschap al last van door middel van mijn vorige zwangerschap. Dus volgens mij heb ik voor mijn eerste zwangerschap ook altijd wel last van gehad. Maar goed, nu omdat ik dus weer zwanger ben en alles weer week wordt, krijg ik dus weer steeds meer last. En moet ik dus heel erg letten op mijn houdingen. Ik moet mezelf dus heel erg stabiliseren. Nou ja, ik heb hier als eerst heb ik een blad mee met allemaal oefeningen. Ja, dat zijn dus allemaal houdingen waar ik dus goed moet opletten. Dat ik goed eerst mijn romp eigenlijk aanspan voordat ik überhaupt dingen doe. Maar goed, het gaat de goede kant op. Ik heb maandag weer een afspraak. Ik ga nu lekker naar binnen toe en even een dagje. Hey, schatje! Ja. Hi, wil je ook zitten? Ja. Oh, nou kom zitten dan. Ik wil hem. Oh. Hebben we een keer? Moet je dicht? Ja. En dan? Mama gaat er wel even uitzetten hoor. Ja. Zo. Uit. Zo? Goed, zo heb je hem zelf uitgedaan. Ja. Doe maar hoor. Ja. Maar je gaat hem ook weer aanzetten. Zet gewoon even de auto aan. Wat ben je mooi weer naar de kapper geweest. Ben je naar de kapper geweest, schat? Ja. En niet overal aanzitten. Niet overal aanzitten. Kijk. Dan heeft mama morgen allemaal knopjes die waar ze niks van snapt. Nee. Oh, kijk. Ik ben aan het eten begonnen. Ik heb hier kippendij. En die heb ik gemarineerd. Die heb ik met uitjes, knoflook, zoete en zoute ketchup en wat kruiden. Dan ga ik nu even de pak soi snijden. Die ga ik zo meteen wokken. En de rijst zit in de magnetron. Dus dat gaan we straks eten. Het is momenteel 6:30. Cor Ivan die zit op de tafel waar hij niet hoort. Boefie, mag jij daar? Nee. Heel gauw eraf. Nu? Op je stoel zitten. Die kleine wordt echt met de dag steeds meer een boefje. Maar goed, ik ga even verder met eten maken. Want dan kunnen we over een kleine 25 minuten eten. Ondertussen ben ik dus met Cor Ivan een Paw Patrol puzzel in elkaar aan het zetten. Nou, op zich is het best wel een leuke puzzel. Een heel klein doosje, maar zoals je ziet is het een best wel grote puzzel. Dus daar gaan we even mee verder voordat het eten klaar is. Wauw, is hij af? Ja! Wauw, heb je mama geholpen? Ja! Goedemorgen.
Het is momenteel 6:30. Ik ben vandaag iets later op mijn werk. Maar ik had vanochtend echt super moeite met opstaan. En een beetje pijn in mijn buik. Dus ja, ik heb het even heel rustig aangedaan. Ik ga nu eventjes een broodje smeren. Ik heb een lekker flesje Chudrans mee. Die ik even ga opdrinken vandaag. Die erbij. En dan ga ik starten met mijn werk. Vandaag weet ik nog niet tot hoe laat ik ga werken. Ik kijk eventjes tot hoe lang ik het volhoud. En wanneer ik mijn werk af heb natuurlijk. En vanmiddag, ja, het is nu nog best wel donker buiten en een beetje regenachtig. Dus als het vanmiddag droog is, ga ik met mijn nicht en de vriendin gaan we met de kids gaan we naar de speeltuin toe. En anders dan komen ze bij ons langs. Dus dat moeten we nog even bekijken. Zoals ik vanochtend al aangaf, zou ik vandaag kort gaan werken. Dus het is nu 2:15. Ik ben thuis geweest, heb mezelf even omgekleed. Ik heb mijn administratiemap eventjes gehaald. Omdat ik nu langs het boekhoudkantoor ga waar ik mijn administratie verwerk. Dus gewoon mijn vorige werk. En daarna ga ik Ivan ophalen bij mijn moeder. Want ik ga vanmiddag naar de speeltuin met mijn nicht en de vriendin en de kids. Ik ben nu bij mijn ouders aangekomen. De hondjes van mijn ouders zijn geopereerd. Dus die lopen een beetje mank. En Ivan is dus nu de hond aan het uitlaten. Ga je die zo uitlaten, schat? Ja. Gaat het goed? Kiek, kiek. Ga je doen? Ga je klimmen? Oké. Okay. Ik ben dus nu. Ja, klimmen. Ja. Nee, je moet hier naar boven, schat. Ja. Ja. 1, 2. Nee, mama heeft geen au. Mama. Wacht op mama. Mama. Niet doen, die speuk. Ze zijn gewoon mama de camera te likken. Gaan we samen? Mama! Ik! Wacht! Mama eerst! Mama, ik! Ik! Oké. 1, 2, 3! We gaan niet zo hard! Met mama ga je niet zo hard, schat. Mama heeft niet de juiste broek aan voor de speeltuin. Letter! Hop. Zo, het is nu opeens meteen warm, hè? Mama, één! Nog een keer? Ja! Oké, okay, mama gaat even de camera wegleggen, ja? Ja, kom maar, Dani. Mij. Mij. Ja. Nog een keer. 1, 2, zo. Oké. En Dani dan? Dani, kom. Ja, hij is aan het klimmen. Zojuist thuis even lekker gegeten nadat we bij de speeltuin zijn geweest. Ik ben nu onderweg naar mijn dansles. Die heb ik om 7 uur tot 8 uur. Het is namelijk nu 6:53. Ik kan ook echt nooit op tijd zijn. Ik was nog lekker aan het eten. Oké, nou, ik ben er bijna. Mijn training zit er weer op. Inmiddels ben ik thuis aangekomen. Ik ben wel echt gewoon back af van deze training. Want ik heb namelijk, denk ik,
2,5 week geen dansles meer gevolgd. Dus ik denk dat ik morgen wel spierpijn heb, laat maar zeggen. Ik kon het ook niet heel erg lekker bijhouden voor mijn gevoel. Misschien ging het wel, maar nee. Volgende week maar weer. Gedoucht net na het dansen. Mijn boefie is echt al een paar dagen in de avond super beroerd. Kijk. Die is water, schat. Kijk. Water. Hier. Wij zijn aan het hoesten en gewoon om zijn traanoog en zo en huilen. Dus hij ligt lekker bij mama. Wat heeft mama hier ook? Mama baby. Oh, heeft mama een baby in de buik? Ja. Oh. Ook. Nee, jij niet hoor, schat. Nee. Waar zit mama de baby dan? Daar. Oh, daar. Ga je lekker slaapje doen? Oh, baby krijgt een kusje? Ja. Dat is lief, schatje. Ga maar lekker liggen.